bla. Het komt voor dat je geen inspiratie hebt. En dan zeg ik, dames en heren, Sjaak maakt zijn rondje even. En dan loop ik altijd hetzelfde rondje. En dat rondje begint in de Grote Straat. En van de Grote Straat door een dammetje, hè, dit zijn dammetjes, loop ik over de Winterdijk. Zelfs als we wegwaaien. Wil nog wel eens een uur duren, als ik echt mensen tegenkom, die tegen mij beginnen te praten. En dan kom ik terug en dan zeggen de dames en heren van, en? Ik heb hem. En dan ga ik tikken. Tikken aan zijn volgende column. Sjaak Kolen begon 12 jaar geleden met het schrijven van columns voor het Brabants Dagblad. Werkzaam in Waalwijk doet hij dat voor de edities Langstraat en Land van Heusden en Altena. Sindsdien heeft hij er ongeveer 500 geschreven en een selectie daarvan is nu gebundeld. In De Reunie en 50 andere columns van Sjaak Kolen. Zijn verhalen geven een persoonlijke blik op alles wat er in de regio leeft, van wat hij hoort en ziet. En hij draait er nooit omheen. Nee, dat is niet moeilijk. Een column is een manier om mensen aan het denken te zetten over dingen. Je kunt een verhaaltje vertellen, je kunt ergens gaan zitten. Ik ga ook wel eens op een bankje zitten en kijken wat er voorbij komt. En aan de hand van daarvan denk ik van, hé, daar zit een aanknopingspunt in voor een column. Nou, dan kan hij gaan over blote benen, bijvoorbeeld. Nou, dan komt hij wel ergens uit. Maar er zit altijd wel iets in, iets van een boodschap. Ik probeer altijd wel mensen een beetje iets mee te geven erin. Ik ben niet bang voor meningen. Ja, ik geef in columns ook heel veel van mezelf bloot. Mensen die mij al die jaren hebben gelezen, die kunnen wel aardig in de gaten hebben van wie ik ben. Ik ben ook niet bang voor zelfspot. Dat moet je ook durven, dat moet je ook gewoon doen. Zo kennen heel veel mensen mij ook. Dat ik zelfspot heb. En er moet humor in zitten. Hè? Er moet altijd wel ergens iets van een soort humor. Een zinnetje, al is maar één zinnetje waar je denkt van, hé, daar heeft nou iemand om kunnen lachen. Waar kunnen we hier nou om lachen bijvoorbeeld om? Nou, dit is het mooie van dit is dat het nep is. Als je nou goed kijkt, zijn er dus nepstenen. Ja, die stenen zijn niet nep, maar het is geen metselwerk. Die komen zo rechtstreeks uit de fabriek. Komt per vrachtwagen hier naartoe en dan plakken ze dit er tegenaan. Nou ja, de humor, en dan denk ik van ja, het mag wat kosten. Een beetje mooi metselwerk zou toch wel mooier zijn geweest. Hè? Dit is, moet je kijken, er zit er helemaal geen leven in. Nou moeten er ambtenaren in, dus veel leven zal er niet zijn. Ik mijd niks. Nee, dat moet ook niet doen. Maar ik ga... Over het algemeen probeer ik mensen die zich niet kunnen weren, wel te ontzien. Ja. Hè? Maar mensen die iets boven het maaiveld uitkomen, die meer publiek bezit zijn, ja, die kunnen er wel eens op rekenen. De Reunie en 50 andere columns van Sjaak Kolen is vanaf woensdag 25 november verkrijgbaar in verschillende boekhandels in Drunen, Heusden, Vlijmen, Kaatsheuvel en Waalwijk. Het betekent overigens niet dat hij nu stopt met het schrijven van zijn columns in het Brabants Dagblad. Ik stop pas als ik denk dat mensen het niet leuk meer vinden. Als er geen reacties meer opkomen. En als er echt helemaal niks meer te schrijven is, als de wereld volmaakt is, dan moet ik stoppen. Nou, daar ga ik niet meer meemaken. Jullie ook niet trouwens.